Achter Esperanzo Dipo hebben we dan in derde stelling King Fanatic. En nu gaat Jaap Verijn langzaam maar zeker proberen zijn Marco Swish in stelling te brengen. Maar vooralsnog lijkt het erop alsof hij weer een beetje met een wiel zit dat niet helemaal lekker meedraait. Want hij heeft toch moeite om naar voren te komen. Terwijl het hem toch wel makkelijk wordt gemaakt. Want al zijn tegenstanders maken galopades. Behalve Luigi Imago. En die gaat er vandoor. Tweede galopade voor Esperanzo Dipo. Maar ook weer snel gezet. En samen lopen ze dan. Nummer 7 galop. Wat in op de koploper nummer 2 Luigi Imago. En aan de binnenzijde King Fanatic die nog altijd vecht voor wat hij waard is. En nu zou dan toch die spetterende versnelling moeten komen van uw favoriet Marco Swish. En die gaat er komen. Marco Swish die wordt nu losgelaten door Jaap Verijn. En nu gaat hij serieus ernst van de zaak maken. En die komt dan met elke stap dichterbij op de koploper Luigi Imago. Uitgeschakeld nummer 1, telgang nummer 1. Luigi Imago heeft inmiddels de hete adem in de nek van Marco Swish, de favoriet. En die komt nu toch laten zien dat het paard is met de meeste klasse. En dat hij naast de koploper al vast is gekomen. Maar dan is het een kort stukje naar huis. En moet hij Luigi Imago nog zien te verschalken? Het lukt wel, maar het ging niet heel makkelijk. Maar hij maakt het wel waar. Marco Swish de winnaar voor Luigi Imago. En op de derde plaats nummer 6, King Zwagerman. Een en ander is voorlopig. King Fanatic was het. Geen King Zwagerman, King Fanatic. En daar zijn de voorlopige winnaars van de Dierenkliniek Emmeloord prijs. En dat is paard nummer 5, Marco Swish, uw favoriet met de Nederlands kampioen Jaap Verijn. En hij wordt hier opgewacht door de sponsoren van Dierenkliniek Emmeloord. Waaronder Astrid Bos, die hier de prijzen zelfhandig gaat uitreiken. Mooie sierdeken van de Dierenkliniek Emmeloord. Maar ook weer meerdere bossenbloemen, een zak voer. Dankzij de vele sponsoren die zo'n grasbaanmeeting tot een succes kunnen maken. En dan hebben we alleen nog een mooi zonnetje nodig. En dat is er vandaag ook nog eens bij. Hier op de drafbaan van Eeren. Prachtige zierdeken dus. Beschikbaar gesteld door de Dierenkliniek Emmeloord uit Emmeloord. En Marco Swish is een 4-jarige donkerbruine ruin van Offshore Dream uit Paris-B. Gefokt door Henny Kloosterman van de Wishpaarden. Die is er vandaag ook bij in de feestvreugde. Eigenaar is Stal PD, trainer Bas Kribas en rijder dus Jaap van Rijn. Raymond Stomer die maakt weer de foto's. Foto's zijn gemaakt en dan praten wij nog even bij met de winnende rijder Jaap van Rijn. Jaap, het had wat voeten in de aarde, maar het beste paard heeft wel gewonnen. Nou ja, ik was eigenlijk te goed weg en hij schrok van het lint. En daar was ik eigenlijk al flauw van. Maar goed, uiteindelijk won ik nog redelijk makkelijk. Dus het paard is super in orde. Absoluut. Mooi dat je er vandaag bij bent. Iedereen is tevreden over hoe de baan erbij ligt? Ja, zeker. De baan is goed en goede, snelle tijden. En het weer is goed. Dus voor de mensen een mooie meeting, denk ik. Absoluut. Het startvak is niet voor iedereen al even makkelijk. Is het wel specialistisch werk? Nou, kijk, het is natuurlijk voor sommige paarden... Normaal ga je natuurlijk in een drafje weg. En sommige paarden die vinden het niet zo leuk om te stappen. Dus ja, voor het ene paard is het een voordeel, voor het andere een nadeel. Maar goed... Zoals net Nicky Laudacé, die had daar wat moeite mee. Dan moet je hem te veel tegenhouden. Maar goed, dat hoort erbij bij het spelletje. En dus dat is de ene week die en de andere week die. Maar goed, ik mag tot nog toe nog niet klagen. Dus, We gaan zien je straks nog twee keer in actie met Ishiro en Kina en Joe Junior. Zijn er winstkansen bij? Nou, ik had met deze paarden allemaal het eerste band. En het is moeilijk om die andere paarden allemaal tweede band. Dus dan wordt het niet makkelijk. Maar goed, je moet een beetje geluk hebben dat ze vooraan tempo houden. Dat ze op het eind niet meer zo hard gaan. Maar ja, goed, dat heb je niet zelf in de hand. Dus we gaan het proberen, maar het zal niet makkelijk worden. Dankjewel, Jaap. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. We gaan een eerder ronde krijgen van Marco Swish en Jaap van Rijn. Mooi dat hij hier bij is, hier op Eerum, de Nederlandse kampioen. Die de rit heeft gemaakt naar het hoge noorden. En dat mag beloond worden met een applaus. Hij wint hier de koers 5e Dierenkliniek Emmeloordprijs met de 5 Marco Swish. Deelnemers startvrij. Komen ze aan, deelnemers aan de 5e koers, Dierenkliniek Emmeloordprijs. De torenhoge favoriet, paard nummer 5, Marco Swish. De laatste keer met één wiel dat hij meedraaide, was hij er bijna.
paarden draaien. Startgevallen. Oeh, Marcos Wisch krijgt het tegen het been aan. En ook de andere favoriet krijgt het tegen de been aan. En dus beginnen ze allebei met galopades en gaat Esperanzo Dipo er vandoor. Esperanzo Dipo die heeft de leiding genomen. De twee favorieten zijn weer gezet. Tweede plaats voor Luigi El Mago. En daarachter volgt dan het nummer 8 van Hilto de Butgans. En de vierde plaats voor nummer 6 King Fanatic. Dan volgt de 5. En dat is Marcos Wisch. Die heeft nu de beste papieren ten opzichte van Lovely Luna Levi. En aansluiting is er voor Let It Be Petnik. Maar Niels Jongejans gaat niet wachten met een gigant van een outsider, Esperanzo Dipo. Maar heel af en toe heeft hij van die uitschieters. We zien de galopaden van Hilto de Bertrands. En dus is het aan Frans van der Blom de ondankbare taak om met zijn nummer 6 King Fanatic dat gat te gaan dichten. 8 galop. Paarden gaan vooraan echter niet wachten op de favorieten. En het is aan de kop van het veld nummer 1 Esperanzo Dipo. Op de tweede plaats terwijl nummer 3 Lovely Luna Levi weer van de benen gaat. Esperanzo Dipo een moeilijk moment heeft en een rommelige fase in de koers met nog twee rondes te gaan. Galop. En een nieuwe koploper is paard nummer 2 Luigi El Mago. Nou, misschien wel een veel beter plekje voor Esperanzo Dipo nu daar op de tweede plaats. En daarachter volgt dan in derde stelling King Fanatic. En die wordt gevolgd door nummer 5 en dat is Marcos Wisch. Daarachter het nummer 7 van Let It Be Petnik en 2,5 lengte daarachter dan nog Hilto de Butrans. En dat is de situatie als de paarden dan halverwege de rechte lijn aan de overkant van de baan zijn met John Dekker. Achter Luigi El Mago aan kop van het veld. 1 keer lukte het in 28 starts. Kan het vandaag de tweede worden? We gaan het zien en beleven. Esperanzo Dipo die ligt op de tweede plaats. En achter Esperanzo Dipo hebben we dan in derde stelling King Fanatic. En nu gaat Jaap Verijn langzaam maar zeker proberen zijn Marcos Wisch in stelling te brengen. Maar vooralsnog lijkt het erop alsof hij weer een beetje met een wiel zit dat niet helemaal lekker meedraait. Want hij heeft toch moeite om naar voren te komen. Terwijl het hem toch wel makkelijk wordt gemaakt. Want al zijn tegenstanders maken galopades. Behalve Luigi El Mago. En die gaat er vandoor. Tweede galopade voor Esperanzo Dipo. Maar ook weer snel gezet. En samen lopen ze dan. Nummer 7 galop. Wat in op de koploper nummer 2 Luigi El Mago. En aan de binnenzijde King Fanatic die nog altijd vecht voor wat hij waard is. En nu zou dan toch die spetterende versnelling moeten komen van uw favoriet Marcos Wisch. En die gaat er komen. Marcos Wisch die wordt nu losgelaten door Jaap Verijn. En nu gaat hij serieus ernst van de zaak maken. En die komt dan met elke stap dichterbij op de koploper Luigi El Mago. Uitgeschakeld nummer 1, telgang nummer 1. Luigi El Mago heeft inmiddels de hete adem in de nek van Marcos Wisch, de favoriet. En die komt nu toch laten zien dat het paard is met de meeste klasse. En dat hij naast de koploper alvast is gekomen. Maar dan is het een kort stukje naar huis. En moet hij Luigi El Mago nog zien te verschalken? Het lukt wel, maar het ging niet heel makkelijk. Maar hij maakt het wel waar. Marcos Wisch, de winnaar voor Luigi El Mago. En op de derde plaats nummer 6, King Zwagerman. Een en ander is voorlopig. King Fanatic was het. Geen King Zwagerman, King Fanatic.